kan je jezelf voorstellen? Ik ben Vincent Verboont, geboren op 30 september 1988. Ik ben een linksbenige verdediger, centraal. En ja. En je kent Quick Boys, want je hebt de afgelopen 2 seizoenen tegen ze gespeeld. Wat voor club is het? Ja, een club dat hier voetbal echt leeft. Het leeft hier, de supporters, gekkenhuis hier. En ja, het is mooi om hier te spelen. Vorig jaar Young Boys, die hadden 3 supporters volgens mij, hè? Ja, ietsje meer. Maar ja, ze waren er wel, de diehards. Ja, tot het bittere einde kan je zeggen bij Young Boys. Nu Quick Boys, waarom heb je voor Quick Boys gekozen? Ja, Quick Boys is een mooie clubje. Ik had wel interesse van aan de clubje, maar Quick Boys was gewoon nummer 1 en ik ga het gewoon hier doen. Wat ga je doen? Wat is de doelstelling? Gewoon achter dicht houden en kampioen worden met als team. Ja. Wat is jouw kracht, wat is jouw kwaliteit? Ja, snelheid en ik ben best wel sterk. Dus daar gaan ze moeite mee hebben om je voorbij te komen? Ja, sowieso. Ik sta daar niet voor niks. Je hebt Quick Boys een aantal keer gezien. Wat is de kracht van deze club? De wilskracht. Ze willen altijd gewoon winnen. En ze hebben daar een hele team achter zich die er ook staat. Dus het is altijd knokken. Ja. Je hebt nooit gewonnen in die 2 jaar van Quick Boys, bedenk ik. Maar je hebt 2 keer met Huizen verloren en met Young Boys ook dit seizoen. Ja, klopt. Maar het laatste was net op het nippertje. 3 minuten voor tijd. Anders hadden we gewoon gelijk gespeeld. Daar had ik hem wel te pakken een keer. Ja, ja. Maar nu mooi hier te zijn. Wat vind je van de poolindeling, de competitie? Om eerlijk te zijn heb ik die nog niet gezien. Maar ja, daar kijk ik ook niet naar. Als ik op het veld sta, doe ik gewoon mijn ding. Maakt niet uit tegen wie je speelt? Nee, maakt niet uit. Laat maar komen. Gaan wij kampioen worden, Vincent? Ja, wij gaan kampioen worden. Dankjewel.